We zijn hier in Tavenu, in Maasland, bij de expositie Textiel en Acryl. Dit is werk van Ida Broekhart. Ieder werkt veel met tweedehands materialen. Het is een werk van Ida Broekhart en daarnaast een werk van Peter Hofland. Acrylschilderij. Ketting van Hanneke van Zanten, gehaakt, wandkleed van Mary Populier. Mary werkt met kleine lapjes stof, die ze met naald en draad aan elkaar naait. Allemaal handmatig. Dit is nog een tekening van Peter Hofland. En Peter zeefdrukt zijn schilderijen op t-shirts. Deze wand nog meer werk van Ida Broekhart. Textielkunstenares uit Maassluis. Het zijn materieschilderijen. Dit net heeft Ida gevonden aan langs de waterweg. En het stelt de huilende zeemeermin voor. De huilende zeemeermin en de plastic soep. We komen bij het werk van Hanneke van Zanten. Hanneke haakt. Met hele dunne naalden haakt ze sieraden, broches, kettingen, armbanden. Deze ketting deed mee met de kunst- en atelierroute Maassluis en werd tentoongesteld in het museum. Het heeft als thema de Gouden Eeuw.
komen bij een werk van Mary Populier. Mary haakt ook kleine brosjes. Dat is een acrylschilderij van Peter Hofland. Een belangrijk thema voor Peter is Rotterdam. Zeefdrukt op t-shirts. En op petjes. En tot slot nog een werk van Mary Populier. En last but not least, het kunstwerk van de kinderen van het kinderatelier in Maasland. Kunstwerk nummer 1. Andere kunstwerken staan in de Grote Kerk. Gemaakt door basisschoolkinderen uit Maasland.